Anton Gijbels heeft al 12,5 jaar met zijn broer Outlook Electronics in Den Bosch. En dan, op een dag, gaan ze een geweldige uitvinding doen. Een gereedschap waarmee je op een veilige manier hout kunt kloven. Een kind doet de was. Welkom. Dankjewel. Ja, het is een rare sprong. Ik lees Outlook Electronics en dan in één keer gaan we het hebben over een bijl. Want dat is het. Dat klopt. Outlook Electronics is een bedrijf wat business to business doet. En met een bijl doe je zaken met consumenten. Dat is een heel groot verschil. Ja, en ik heb de stap ook nog niet helemaal. Dat klopt. Het is zo dat wij zelf een open haard hebben thuis. En daar is het eigenlijk begonnen, in mijn eigen huis. We hebben een binnen open haard en een buiten open haard. Nou, toen maar. Daarom. wij houden van vuur en van hout. En we hebben dat zelf gedaan. We hebben zelf hout gehakt, altijd achter in de tuin. En toen kwam ik bij Wim van der Wouw in Oosterwijk. En die had iets gefabriceerd eigenhandig. En het was een soort replica van wat wij nu hebben uitgebouwd tot een mooi product wat we ook aan een consument kunnen verkopen. De idee is opgepakt en doorverwerkt door Brabantse bedrijven. Dus het wordt helemaal geproduceerd, de bijl eigenlijk in Brabant. Door de staalmarkt in Den Bosch, die levert het ijzer. We hebben iemand in Uden die de lak en de coating doet. Maar wat heb jij er nou in bedacht? Want ik dacht, oh, dat is zo'n Willy Wortel, die staat lekker te kloven. En die denkt in één keer, nee, dat moet heel anders. Ja, we hebben eraan verwacht. De bedenking is eigenlijk geweest dat we het slimmer gemaakt hebben, lichter gemaakt hebben, innovatiever. En dat eigenlijk een vrouw het zelfs ook kan. Dus een man kan hout hakken, maar ook een vrouw kan gewoon hout hakken. Dus ik ga straks even lekker veilig kloven. Ja, dat kan. Dat kan. Zonder dat je heel veel kracht kost. Dat gaan we zo doen. Maar wat is het dan precies? Wat is het? Ik hoef niet meer zo te bewegen. Nee, je maakt een beweging die eigenlijk normaal toch wel met hout hakken is wel stoer. Voor een man is het leuk om te doen. 10 minuten. Dan begin je heel erg te transpireren en dan wil je er eigenlijk wel mee stoppen. Maar je moet toch je hout afwerken, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Nou, als je dan ziet wat je voor belasting hebt op je nek, je ellebogen, je gewrichten, je rug. Dus je hebt een ergonomische bijl gemaakt. Juist. Dat is het eigenlijk. Ja. En hoeveel mensen zitten daarop te wachten? Heel veel. In het buitengebied zijn er nog steeds heel veel mensen in Nederland die het heel leuk vinden om traditioneel een kachel met hout gezellig te stoken. Nee, maar even serieus, want je bent een ondernemer. Je maakt het niet voor de lol. Dit is nu al verkrijgbaar. Ja. Hoe zie jij die markt? Nou, die markt die zie ik gewoon eigenlijk dat als een consument hout zelf laat komen in blokken hout. Ja. En dat leuk vindt om dat zelf nog aan huis te kunnen kloven. Dan kun je dat perfect met de buisbel doen. Dus ga je het ook over de Brabantse grenzen heen verkopen? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dus je communicatie, alles staat klaar om die bijl te lanceren. Duitsland en Oostenrijk, daar zijn landen bij uitstek om natuurlijk... Ja, dat ze het daar dan niet uitgevonden hebben, hè? Ja, daar hebben ze andere machines, hele grote machines met tractoren, met motoren. Ik ben nieuwsgierig, ik wil eigenlijk gewoon naar buiten. Dat kan, ik laat jullie laten zien. Dat is een ding, dat moet je doen. Dat laat ik zien, heel graag. Oké, nou, de jas aan en naar buiten. Gaan we doen, oké. Het ziet er ook heel mooi uit, hè? Het is niet zomaar een bijltje. We hebben van koninklijke, het is een object. Koninklijke kleuren gekozen. Hij gaat erin. Oranje. Dit is de beweging die je maakt. En in principe moet je normaal van de blok afstaan. Ja. En bij ons ga je juist om de blok heen staan. Je gaat gewoon voor hem staan. Ja. Om de blok heen staan. Staan, ja. Waarbij je eigenlijk deze beweging maakt. En dan sla je in principe door de blok heen, als je dat harder doet. En je benen is niet gevaarlijk? Nee, is nooit gevaarlijk, okay. Want je gaat recht naar beneden. Je gaat in één keer er dwars doorheen? Ik ga het proberen. Oké, nou, show me. Nou, je bent een echte houthakker geworden. Dus een kind doet de was. Nou, ik heb hem weer. Ja, een goede jatsen. Nou, ik hoop het voor jou dat ik nu niet... Nog een keer. Oké, het is ontzettend leuk. Echt.